Frank van der Lende. Nou ja. Ja, ja hoor. Hallo mannen. Hallo. Welkom in de show. Wat leuk. Dankjewel. Hoe is het leven? Goed. Althans, ja. Ja, mijn zoontje is een beetje ziek. Koorts. Dus die ligt boven te slapen. Ik heb de deur goed dichtgetrokken, dat ik lekker hard kan schreeuwen. Oké. Okay. Maar ik heb veel met hem moeten wandelen, knuffelen en zeulen vandaag. Om hem een beetje lief te kozen. Griepende piep, hoera. Ja, maar ja, het hoort erbij, zeggen ze. Hij is iets meer dan 6 maanden. Dus dan, ja, dan gaat het. Dat is een moeilijke tijd. Maar je mag schreeuwen, hoorde ik. Dus dat belooft wat. Nee, maar 39,5 mag nog. Maar bij de 40 moet je toch even wat gaan doen, natuurlijk. Ja, dus je houdt het in de gaten. Hoe ben jij als natuurlijke vader? Want je bent een natuurlijke radiomaker. Maar dat garandeert natuurlijk op geen enkele manier degelijk ouderschap. Nee, volgens mij heeft dat echt totaal niets met elkaar te maken. Precies. Behalve dat je goed kan communiceren misschien. Ook al met een kindje van 6 maanden. Maar vertel, hoe doe je dat? Ja. Nou, kijk, ik begin even bij je eerste vraag. Ja. Die is iets wat makkelijker dan communiceren, uitleggen met een 6 maanden oude baby. Maar nee, ja, ik vind het heel erg leuk. En ik denk dat dat heel erg helpt. Ik moest in het begin heel erg wennen aan dat je heel veel geduld moet hebben. En dat je zelf niet meer op één komt. Of in ieder geval je eraan komt. Dat was wel heilzaam, hè, Frank? Ja, nee, het is super. Het is de beste mindfulness training die er bestaat. Want je kan ook maar één ding tegelijk doen. Je kan alleen met hem. Je kan niet en de vaatwas uitruimen en met iemand bellen en met je baby op je arm. Nou, we praten over een paar maanden hoor, dan kan je dat allemaal. Ja, dat is waar. Draagzak, hup, telefoon erin. Ja, kind misschien erin. Krijg je nog een tweede. Nou, dan kan je dat hoor. Dan kan je dat met één hand verschonen. Ja. Maar even over die geboortedatum. Want ik bedoel, jij stopte op 3FM. En juist in die week word jij vader. Dat is toch ook krankzinnig? Van tevoren wilde ik het heel graag eigenlijk. Ik denk, dat hebben we niet dat geneuzen met die afscheidsuitzending. Ik weet het, dat zeker Harm daar ook niet, degene niet echt fan van is. Nee. Dus het leek me echt de beste Houdini die er bestond. Gewoon in één keer. Nou, en met het allermooiste, ergens stopt er iets, ergens begint er weer wat. En ja. Veel mooier dan een radioshow. Ja. Maar achteraf gezien vond ik het ook wel, je laat wel een beetje je clubje in de steek. En we hebben natuurlijk wel een bijzondere trip gehad daar, de laatste maanden op 3FM. Mm-hmm. Aan de andere kant, ik was er uiteindelijk heel blij mee. En het is 22-22, dus althans hij is op 22 juni 2022 geboren. Dus het is wel een mooie datum. Ja, heel mooi. Ja, daar moet je wel in gaan geloven. Als je zulke getallen hebt, dan... Anders is knevelwaardig, om het maar zo te zeggen. Ja, ik ben 12-12 geboren. Oh, ja, kijk eens. Ik ben precies even oud als Barack Obama, dat telt ook. En ik heb me nog nooit verdiept in getallencombi's, dus... Ja. Hey, maar Frank, we moeten natuurlijk eventjes, voordat wij gaan hebben over de dingen waar je nu in start, nog even over 3FM hebben. Want dat laatste jaar, dat is natuurlijk een gekke periode geweest. En je hebt ook meerdere shows, meerdere dingen mogen proberen daar. Waarom denk jij nou, terugkijkend daarop, dat het toch niet is gelukt met dat 3FM, met die mensen toen? Nou, daar zijn heel veel redenen voor. En iedereen zal bepaalde dezelfde noemen. Dus met muziekbeleid, verschillende zendermanagers, noem maar op, dan weer zus, dan weer zo. Kijk, ik geloof heel erg in keuzes maken en geloofwaardigheid. Ik ben echt, dat is ook wat ik in mijn eigen programma's nu weer op Veronica doe, op 3FM deed, op Radio 1, gewoon ergens voor gaan staan en daar vol voor gaan, wat wel bij je past. Dus niet, en dat is natuurlijk in het verleden, we hebben op een gegeven moment zijn we heel veel Urban gaan draaien, ook toen ik er zat, toen ik net in de middag zat eigenlijk, toen ik Koen en Sander opvolgde. Ja. Ik heb daar heel erg me tegen verzet. Want ik kan dat niet geloofwaardig brengen. Kijk, de muziek nu ook weer op Veronica. Dat luister ik thuis ook. Fleetwood Mac, Elton John, Prince, Terence Trent D'Arby. Alles wat daar voorbij komt. Ik zit gewoon soms een uur lang met mijn koptelefoon op in de studio. Ja. Ik zit ook met eentje, geen producer verder. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Omdat het gewoon supergoed bij me past. Ja, ja en, dat snap ik wel hoor. Ja. Sign your name across the... Zo goed. Heerlijk. Waar is het eigenlijk tussendoor, Frank van der Lende? Waar is die hele Terence Trent D'Arby gebleven? Ja, ik weet niet eens of hij nog leeft, maar dan moeten we bij Snijders zijn. Ja, hij leeft nog wel. Hij leeft nog steeds. Hij maakt nog steeds goede muziek. Hij heet Sananda Maitreya, want hij heeft net als Prince een naamwijziging op een gegeven moment. Net als Cat Stevens. Ja, maar het probleem was dat hij door die naamwijziging en gedoe met platenmaatschappijen werd hij niet meer gepromoot. En als jouw promotie in elkaar dondert, dan houdt het op in platenland. Ik geloof daar helemaal niks van. Jazeker wel. Want het was zo'n knettergoeie LP. Het is nog steeds een hele goede muzikant. Ik heb hem nog live gezien in 2007, 2008 of zo in Paradiso. En dan moet je er toch weer een keer door kunnen komen. Nee, Harm. Het is in deze tijd één lullig coupletje op
TikTok. Ja. En de hele wereld juicht. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar hadden we ook een interview met iemand? Want het ging helemaal... Ja, het ging over muziek. Dus wij gaan ik ben erbij, hoor. Ja, maar dat was een onderwerp. Ik ben totaal verbaasd, maar goed. Nee, maar we kunnen hier nog wel eens een keer een boompje over opzetten, Frank. Mm-hmm. Dat is een hele interessante casus. Maar jij zei, dat vind ik wel interessant, je moet iets kiezen en dan moet je achter gaan staan, want anders ben je niet geloofwaardig. Hoe weet je nou, bijvoorbeeld bij dat oude 3FM, waar je voor moest kiezen? Nou ja, dat was ook het probleem. Ik denk dat er dus heel veel eilandjes waren en niet één grote leider. Of dat nou een zendermanager is, of dat nou iemand van een omroep is die zegt, wij pakken de handschoen op en bepalen de visie en de lijn. Dat miste ik heel erg. Dus ik heb veel gesprekken gehad met al die 100.000 zendermanagers. Ja. En nu, en dat is wel het compliment aan 3FM, lijkt er wel een keuze gemaakt te zijn. Alleen ik kon me niet meer in die keuze vinden. En toen, nou, wat ik al zei, ik heb altijd best wel duidelijk wat ik zelf wil. Dacht ik, nou, ik pak mijn biezen en ik ga niet weer me in een soort malletje duwen. Want ik had het gevoel dat ik niet geloofwaardig heel erg in dit format zou kunnen zijn. En waarom is dat dan? Nou, waar het op afstevende, en vind ik ook nog steeds eigenlijk wel, is dat het heel erg hitradio-erig is. Allemaal weer wat leger. En dat... Wat ik dus nu zo heel mooi vind aan Veronica, en ik ben echt gewoon een beetje verliefd, hè. Dat is altijd als je een nieuwe relatie hebt, dan zie je mag gewoon. Zie je de slechte dingen. Ja. Maar hier bij Veronica staat muziek echt op één. Ik riep altijd bij 3FM, is ook heel veel liefde voor muziek. En we hebben ook echt bands door laten breken, zeker in het verleden, met Go Back to the Zoo. Maar Urban is ook muziek. Ja, maar niet muziek waar ik van hou. Hmm. Maar... ik hang nu gewoon in mijn show echt in de muziek. Het draait, ik doe wel een ITP of zus of zo, maar... ik merk gewoon dat ik daar heel erg gelukkig van word nu. En dat past veel beter bij mij op dit moment dan weer item radio te maken. Met twee items, een lullig quizje, een battle zus, een battle zo. En dan weer, dit is wat nu bij mij past in mijn levensfase, in mijn radio levensfase. En daar voel ik me heel senang bij. En ik ik probeer het te begrijpen. Dus als je even teruggaat naar hoe senang je nu bent, dan komen we zo wel op. Ja. Tenminste, als we er aan toe komen, dat weet je ook maar nooit. Maar dat oude, wat je zei, dan moet je voor één ding kiezen, dan moet je achterstaan. Ja. Zeg maar de hele geur, de look and feel en de persoonlijke invulling van jouw programma, dat was iets waarvan je uiteindelijk zei, daar kon ik gewoon niet meer achterstaan. Nou, nee, vooral voor de hele zender. Ik had wel allemaal nog ideeën, ook voor het nieuwe... kijk, ik riep bijvoorbeeld al jaren tot irritatie aan toe... van jongens, waarom gaan we niet gewoon alleen nog maar alles boven de zero's draaien? En alles daaronder, en tuurlijk, hè, dan kan je ook geen Pearl Jam en Oasis, maar soms moet je harde keuzes maken om je te onderscheiden van het hele, nou ja, de andere radiolandschap, dat best wel een beetje op elkaar lijkt en soms saai is. Ja. En dat ging er gewoon niet in. En dan opperde ik dat weer tijdens een DJ-overleg en dan zag je al die ogen weer rollen. Ik dacht, daar heb je Frank weer. Ja, tot echt vervelend toe. Ja, en nu, en helemaal niet om me gelijk te halen, maar is er wel elke dag een zero's uur. En hoor ik wel veel meer die nieuwe... Nou ja, in ieder geval, ik geloofde er gewoon in harde keuzes maken, want het is ook een beetje alles of niet. We hadden natuurlijk altijd die FM-frequentie daarna Radio 5 zou moeten. En je moet je gaan onderscheiden. En dat is 3FM nu nog steeds niet gaan doen. Alleen het is wel iets duidelijker wat ze zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen dat als je zelf een hele sterke radiopersoonlijkheid bent, dan maakt het niet uit in welk format je met welke eilandjes en welke 10.000 zendermanagers ze je ook proppen. Maar dan komt de kracht van de individuele radiomaker altijd door het format heen zetten, omdat je het gewoon domweg naar je hand zet. Waarom lukt dat niet op zo'n moment? Is het te dwingend allemaal? Ik zoek ook altijd wel de schuld bij mezelf. Ik denk dat dat ook... in de middagshow, de laatste die ik dan heb gemaakt met Eva, toch ook te veel water bij de wijn was, van allebei de kanten. Uh-huh. Ik denk dat ik best wel wat meer op die muziek zou willen zitten. En als je het op een politiek spectrum moet plaatsen, iets rechtser ben. En Eve wilde nog linkser, nog meer op de barricade. Dus dat was ook wel, daardoor kom je ook een beetje in het midden uit en ben je misschien wel net niks. Ja. Wat grappig. Want ik heb jouw politieke kleur niet echt heel nauwkeurig gevolgd. Maar je doet er alles aan om als een links type van het scherm te spatten. Nee, ik ben maar dat ook is gewoon een enorme mindfuck. Dus. Nee, dat klopt ook heel erg, dat beeld wat je van me hebt. Want ik ben ook links, ik stem links, ik ben veel bezig met milieu. Maar je geeft gewoon rare opmerkingen in interviews, dat is het. In vergelijking met waar het andere deel ook nog van oké. Okay. Dat was nog veel linkser. Dat was als het ware ultra links. Ja. SP en ik ben meer PvdA. Ja,
Nee, dat snap ik. Ja. Ja, het was een potpourri van verschillende mensen natuurlijk. Want we hadden ook Ramon Verkoeijen, die pas in het AD zei dus van, nou ja, het voelde als een politieke partij inderdaad, 3FM. Maar hij zit aan dure wijn te lurken in podcasts. En zo. Ja, dat is weer een iets andere invulling natuurlijk. Hij is ook wel PvdA. VVD. Ja, nee, is meer VVD. Nee, de salonsocialisme heet dat. Ja, maakt dat wel uit. In ieder geval... Ja, ik snap het. Dus dan raak je ook elkaar daarin kwijt en dan wordt het ook 3 keer niks natuurlijk. Dus dat lijkt me moeilijk. En je bent natuurlijk een flink aantal jaren bezig nu. Op 22 krijg je ineens een zoon. En dan verandert ook je mindset, denk ik. Van hoe sta jij in het leven? Waar sta jij voor? Wat vind je belangrijk? Hoe kijk je naar de toekomst? Welke waarden wil je uitdragen? Waar word je blij van? Waar word je heel ongelukkig van? Dat moet je ook kwijt kunnen, denk ik. Want dat vind ik nou interessant aan radiomakers. Dat ik me een beetje... tussen de platen door voel van die persoon begrijpt mij of die is met dezelfde dingen bezig. Kan je dat bij Veronica nu kwijt? Ja, dat is wel een goede vraag. Omdat ik, dank. Ik was nog wel heel erg gewend om super persoonlijke radio te maken. Dus ik deelde echt alles naar het overlijden van mijn vader. Ik heb in mijn eerste programma ooit op 3FM iemand verkering gevraagd. Noem maar op. Echt alles gooide ik op de radio. Dat was echt mijn stijl. Ook afgekeken van Giel natuurlijk. Want daar zat ik voor op 3FM toen. En daar heb ik ook mee gewerkt. Dus daar ben ik wel een beetje van afgestapt eigenlijk. Ik hou nu heel erg ook van... juist in verbinding staan met de luisteraar. Dus ik probeer iets meer een platform te zijn... in plaats van dat ik mezelf op dat platform zet. Maar ook voor jou, eigenlijk voor iedereen die nu ook naar de podcast luistert. Mm-hmm. Wel alsnog door persoonlijke inbreng. Want ja, het is wel... Ik probeer ook altijd erg mezelf te zijn. En meneer Snijders en ik kennen elkaar nu een beetje. Volgens mij komt dat wel redelijk overeen... van hoe ik buiten de uitzending ben en op de radio. Ja, zeker. Nou, is dat ook, een beetje omdat dat sociale incontinent... dat is een beetje voor de Mattie en Mariekes... en dat is een beetje postpuberaal gedoe. Dat kan je doen tot je 32e. En dan op een gegeven moment ben je daar te oud voor. Dan is er ook iets van wijsheid of levensbeschouwing. En dat vind ik dan interessant om te merken... dan dat je weer je stoma hebt gebulkt. Nee, maar ik denk dat je er nooit te oud voor bent. Want ik vind het ook nog steeds wel interessant als het dienst doet. Maar voorheen, het was eigenlijk bijna de inhoud die ik bracht als het ging om iets persoonlijks. En nu gebruik ik het eerder als een middel om iets anders voor elkaar. En dat kan gewoon sfeer meegeven aan een liedje. Of gevoel meegeven aan een liedje. Het hoeft niet meer van, nou, ik ging de luier van mijn baby verschonen. Het lukte me niet. Hoe doe jij het? App eventjes naar de studio. Ja. Nee, maar dat... is heel, heel platgeslagen. Wel wat ik altijd deed en wat heel veel 3FM-dj's toen de tijd deden. En zo ben ik opgevoed. Daar heb ik superveel van geleerd. Maar dat kan ik nu toepassen in plaats van dat het enige is wat ik doe. En daar... Vind ik wel een stuk interessant, hoor. Ja, daar ben ik wel een beetje moe van niet alleen bij 3FM, hoor, maar altijd maar dat gebedel om reageren op wat ik nu hier vertel. En nou wil ik horen wat jij ervan vindt. Maar je bedoelt gewoon, ik wil content, kom me redden. Ja. Terwijl als je genoeg interessant stelt, reageren mensen vanzelf wel. Zeker, dat is het. Ja. Ja, nee, dat is, en als je de restrictie hebt van 85% muziek per uur... Ja. Ik heb dat laatst in een ander interview gezegd. Laat die luier maar zitten. Ja. Nee, maar echt Harm, Ron en Arjan, dat is echt voor mij een zegen. Ik heb echt een enorm talent voor uitweiden. Echt, als jullie me niet af en toe... Hebben wij niet zo. Wij houden het altijd heel kort. In een podcast... In een podcast moet dat bijna, maar op de radio heb ik echt... En ik maak ook altijd dat soort programma's, hè. Ochtend, middag, avond, ik kreeg ik altijd de ruimte. Specialistische programma's. Ja. En nu, zeker in het weekend, tussen 12 en 3, dan heb ik die restrictie. Maar het zorgt ervoor dat ik veel sneller tot de kern kom en dus veel meer muziek draai en bijna een soort van op z'n Franks hitradio kan maken. Ja. En is dat sneller tot de kern komen omdat je daar gewoon beter in geworden bent en efficiënter nadenkt? Of bereid je ook beter voor dat je denkt, in dat spreukje, doe ik precies dat en dan weet ik wat ik zeggen wil? De eerste. Ik weet gewoon veel beter wat ik wil zeggen. Ik bereid, als ik heel eerlijk ben, de vrijdagavond heel goed voor. Want daar heb ik altijd live muziek en een gast 2 uur lang. Dus daar wil ik echt alles van weten. Lees ik lekker interviews, luister ik kunststof terug, noem maar op. Ja. Maar voor de zaterdag en de zondag bereid ik eigenlijk gewoon de muzieklijst voor. Wat ik wil draaien, wat bij me past dat weekend. Maar ik zoek niks op. Over of er iets over die artiest nog is gebeurd. Ik ga echt zitten en voelen. Ja, dat klinkt een beetje zweverig, bijna Gielachtig. Maar nee! Het is echt, nee. Ik bereid een beetje iets voor dat ik denk, oké, deze spreek. Ik heb nu 2 items. Nou ja, de een daarvan hoef ik niet eens voor te bereiden, want het is de 100% voorleesgarantie. En de ander is Almere Muziekwijk.
Daar moet ik dus één keer in de zoveel tijd voor naar Almere Muziekwijk. Maar verder ga ik zitten en voelen en dat meegeven. Intuïtie. Ja, ja, maar nee, echt, dat vind kan ik goed dus nu voelen wel is beter. Want dan, als je een rijker leven hebt om uit te voelen, en dat kan ook niet als je 20 bent, heb je een beetje weinig meegemaakt. Mm-hmm. Maar dan op een gegeven moment dan borrelt dat omhoog. Als je daar echt mee in contact zet, ik snap het wel. Ja, ja. Nou ja, en luisteren en kijken tijdens mijn radioshow. Dus luisteren gewoon met die koptelefoon op naar de muziek. Een hi-hatje hier of een gekke solo van een saxofoon daar, kan ik eventjes op terugkomen. En kijken naar de app. Ja. Er wordt beduidend minder geappt dan naar Veronica, dan naar 3FM. Ook omdat dat lijkt me wel fijn. Ja. Nou ja, maar het is wel qua content wel heel leuk, want daardoor sta je wel echt in verbinding met je luisteraar. Je kan ook terug appen en zo, en dat levert hele leuke gesprekken op. Ja. En ik neem ook, ik tape wat dingetjes tijdens twee platen om even te kijken. Vaak is spontaan toch het leukst. Maar omdat ik ook alleen daar zit, ben ik niet tijdens een plaat aan het ouwe hoeren met mijn producer, maar echt aan het kijken naar wat er binnenkomt. En dat is echt voor mij, het klinkt allemaal heel simpel, maar volgens mij kan ik dit pas doen doordat ik die 14 jaar ervaring al heb. En ik vind het een heel belangrijke opmerking. Je zit er alleen. Dat geeft een totaal andere concentratie en ervaring van de ruimte en wat je aan het doen bent dan kan het echt met twee aanraden. Of met. Ja, ja, maar nou, ik denk dat er echt heel veel DJ's ook profijt van zouden hebben als meer mensen dit zouden doen. Als ze dat durven. Ja, ja. Ja, maar dat doe je ook wel eens aan tekstduiding. Ik vind de helft van de muziek heel erg mooi, omdat ik de lyrics zo ontiegelijk mooi vind. Ja, heel, heel, heel soms. Maar ik ben geen tekstluisteraar. Dus dat zou heel goed moet dan nog komen, Frank van der Linden. Dat komt dan nog. Nee, maar je hebt twee kampen. Bij kind 4. Ja, bovendien, dat moet erop zitten, Harm. Want ik luister ook niet naar teksten. Ah, dat, jongens, en ik luister al een halve eeuw naar muziek. Dus, Ja, maar dat is toch echt wat je wil. Ik hoor ze wel af en toe. Dat ik denk van, oh ja, mooie zin. Of hey, wat grappig dat hier. My father was a fisherman. My mother was a fisherman's friend. Dat moet je toch even dan, als mensen dat niet horen, moet je toch even zeggen. Kijk, wat daar nou toch eens over wordt. Ja, maar goed, dat doet hij dus niet. Nou, volgende vraag. Volgende vraag. Hé, maar Frank, je hebt eigenlijk één vaste show bij Veronica. Zo werd dat vanaf het begin van gezegd en de rest was tijdelijk. Maar wat gaat freelance Frankie dan verder doen in Radioland? Nou, de vrijdagavond is inderdaad, daar ben ik op aangenomen bij Radio Veronica door Rob en Caroline. Toen werd me meteen gevraagd of ik de zaterdag en zondag wilde invallen tot januari, omdat Dennis Hoebe opeens verdween. Ik weet ook niet of jullie daar meer van weten. Jawel, dat mogen we niet zeggen. ja, helaas. Ik denk, misschien hebben jullie nog een roddel. Nee, en toen werd ik gevraagd of ik toch niet wilde blijven doen het weekend door Rob. En toen zei ik van ja, de zondag alleen. Dus die ga ik nu vast blijven doen, de vrijdag en de zondagmiddag. Dat is ook wel mooi, want die zondag is ook al lekker anders met Danny Vera en Ed Struilaert. En nou ja, dat vind ik ook. En is wel dat genoeg? Is de radio-hebberigheid daarmee bevredigd? Op korte termijn wel. Mm-hmm. Want ik vind het dus ook heel leuk dat ik heel veel andere dingen kan doen. Zoals de Hartgras podcast heb ik vanochtend weer opgenomen. Dat is over voetbal en vooral de verhalen erachter met Hugo Borst, Henk Spaan. Hoe komt het nou toch dat er in die sportpodcast zo ontiegelijk weinig homoseksuelen worden uitgenodigd? Oh, dit is weer een sollicitatie van Harm Egens. Nee, niet per se. No. Maar dat jullie nou alle twee sporthaters zijn. Ik heb gewoon die 10 kilometer zitten mee klokken deze week. Schaatsen. Ja. Ik doe ook aan voetbal. Oninteressant. Ik vond Sillissen supergoed. Schaatsen. Nou, dat was wel het Tony van het weekend, hoor. Hebben we hem uitgeroepen. Vond je niet? Oh. Het is wel twee weken later dat we dit uitzenden, maar dat geeft niet. Dus Nee, dus dat. Ik ga met het Van Gogh Museum. Je hebt geen antwoord. Waarom mogen wij nooit komen? Nee, ik ben bezig. Met Van Gogh Museum ga ik een podcast maken. Daar heb ik heel over? Over het Van Gogh Museum zelf. Ze bestaan 50 jaar. En we gaan allemaal schilderijen en verhalen uitdiepen. En ik ben super groot Van Gogh fan, dus ik ben echt blij dat ik in zijn leven nog meer mag duiken. Leuk. Ga je me even bellen? Want ik ben met Van Gogh Museum bezig in een verduurzamingsslag. Dus daar moet ook iets over in de podcast. Want dat luie museum moet energiezuiniger. Oh, kijk. Ja. Dat is en ze gaan even, dit is niet voor deze uitzending, maar ze gaan ook schilderijen van Van Gogh gebruiken waar de landschappen op staan in Frankrijk toen de tijd en wat er nu van over is. En dan kan je zien, het was schitterende natuur. Het is nu gewoon één uitgedroogde tyfuszooi. Ja. Mensen letten op uw zaken. Dan kan Van Gogh een klimaataanjager zijn. Oh, dat is toch fantastisch. Goed. Dus dit geheel tezijde. Ja. Van Gogh podcast, leuk, leuk. Nou ja, en ik schrijf morgenavond aan bij Galit en Sofie als duo van dienst. Dus dat soort dingetjes allemaal. En dat is ook precies de reden waarom ik nog maar eigenlijk één vast programma wil. Dus dat ik iets meer ruimte had om eens te kijken. Als je 4 of 5 dagen in de week radio maakt, moet je heel vaak neven kopen. En zeker ook bij de NPO, ook nog als het om een commerciële klus gaat.
Dus dan dacht ik, ga het eens kijken of ik freelance Frankie zijn vleugels kan uitslaan. Ja, en het zegt wel, dat je bij Galit en Sofie aanschuift, zegt ook dat de banden met BNN Varen nog steeds hartstikke goed zijn. Nou, dat is ook het eerste, een van de eerste appjes die je kreeg toen het bekend werd dat ik stopte. Blijf je wel. Nou, toen appte wel de hoofdredacteur Joep van, hey, we willen heel graag dat je bij ons blijft aanschuiven. Dus dacht ik, gelukkig. En sowieso, mijn banden met BNN Varen zijn heel goed. Ik heb ook een fragmentje nog bij jullie gehoord over onze geheime afscheidsshow. En de woorden die ik daarin sprak zijn heel erg waar. Ik ben godzijdank. Ik bedoel, dit is toch ook te bezopen voor woorden. Als je een keer wat anders gaat doen, dat je dan een hekel aan elkaar krijgt. Dat denken mensen buiten. Ja, maar dat is heel goed om dat nog een keer te benoemen. Hey, zit je liever bij Galit of bij Sofie? Dat is mij in het begin bij Sofie, want die kende ik van BNN nog van vroeger. Dus snap ik ook wel weer. Iets meer op je gemak bij, maar inmiddels ook bij Galit. Dus dat is nu, ik heb echt geen voorkeur meer. Ja, nou, het gaat goed met het programma. Het komt eindelijk eens even uit die vermalendijde 300.000 plus kijkers. Maar TV, radio. Ja, jammer. Ja. Maar goed, wat hier ook uit blijkt, is dat het, de klusjes die je daarnaast aan kan pakken, die kunnen ook bij televisie en bij andere plekken komen. Dus het hoeft niet alleen maar radio te zijn. Nee. Maar dan even over Veronica. Frank, want daar zit je dan eigenlijk net, hè? We horen je er enthousiast over zijn. En nou kan het zijn dat die zender weer of moet ophouden of wordt gedownsized als ze geen FM-frequentie meer hebben straks. Dat is natuurlijk niet zo'n lekkere start. Nee, het was wel ingecalculeerd risico, want toen ik de overstap maakte en dus ook de keuze, wist ik dat dit eraan kon komen. Mm-hmm. Die frequentie is natuurlijk nog niet opgegeven. Misschien worden we of overgekocht of wordt er toch iets verzonnen. Dat weet ik allemaal nog niet. Moeten ze wel een beetje vaart maken, want in maart is het al zover. Ik riep toen mensen aan mij zeiden van, vroeger zo van, is het wel verstandig? Wie dan leeft, wie dan zorgt? Als ik me nu al druk maak over wat er in september gaat gebeuren, dan kan ik net zo goed thuis op de bank gaan wachten tot ik doodga. Dus dat is wel het risico wat ik maar heb genomen. Maar ik zou het wel heel erg jammer vinden. Eerst dacht ik ook nog van, joh, dan wordt het overgenomen misschien door Joe of door... Dan ga ik daar wel weer radio maken. Als ik kan doen wat ik nu doe met die muziek, wat ik net beschrijf, en echt hangen in die muziek en het voelen... Met wel dit, kijk, dit format krijg je natuurlijk nooit meer, denk ik, als Stenders weer de baas af is. Ja. Maar nu zou ik het wel echt heel jammer vinden. Het is een leuk clubje. En laten we gewoon hopen dat het goed gaat. Maar hoe scoort het nu? Is iedereen blij met hoe het gaat nu met jouw full actie? Of ik score? Ja. Nou, dat weten we pas na de volgende luister. Ik maak in de randen. En daarbij, ik maak in de randen radio nu. Dus dat maakt niet zoveel uit ook. Nou, en het wordt ook niet super strak gemeten. Een middag- en een ochtendshow wordt echt gewoon elke dag. Dat kan je dan vergelijken met elkaar. Ja. Vrijdagavond en zondagmiddag. Je ziet de appjes, je ziet het aantal mensen die online inschakelen. Dus via de stream zo kan je wel zien. Ja, verder, volgens mij prima. Ik kan er niet zoveel over zeggen qua cijfers. Maar qua reacties, goed. Nee, maar dat telt. Dat is belangrijk. Hey, vanaf de allereerste uitzending tot nu... Wat was de plaat waar je het meeste gevoel ineens bij jezelf bij bleek te hebben? Ik heb de afgelopen 2-3 weken echt superveel ingevallen. Zelf dubbele diensten gedraaid, basispakket nog gedaan. Dus... Oh man. Er was nu zo'n Sinead O'Connor documentaire. Toen ik ooit een keer een relatiebreuk had, heb ik die klote single 4,5 miljard keer gedraaid. En omdat zij er ook bij lag te blaren op tv. En dat was voor mij echt, als ik dan heel erg geobserveerd niet goed voelde, zette ik het klerennummer weer op en dan ging ik vanzelf weer janken. Dus dat was een enorme goede tearjerker bij mij. Dus dat zou ik zomaar in jouw positie nu kunnen draaien. Ik denk, wat gebeurt me nu? Maar heb je iets gehad waarvan je schrok dat je dat er allemaal bij voelde? Nou, ik weet wel dat mijn eerste plaat op Radio Veronica was Oasis met Whatever. Die heb ik heel veel gedraaid eigenlijk in de eerste keer middagshow als laatste plaat. En ook weer de tweede keer middagshow. Is hij ook voorbijgekomen in de laatste week. Omdat dat een soort van... daar gaat het wel de tekst. Hè? Ik ben vrij om te doen wat ik wil doen. Dus eigenlijk een beetje afzetten tegen dat malletje. Mm-hmm. Waar ik het eerder over had. Ja, en toevallig volgens mij vorige week zaterdag... of de zaterdag daarvoor Saturday in the Park van Chicago. Mm. Dat is echt zo'n weekendplaat. Net als zaterdag van Bluff. Beetje cliché. Maar Saturday in the Park van Chicago... niet de allerbekendste van hen. Nee. Die is zo goed. En dit geeft zo... Ik hou wel van zeker op zaterdag up. Dus dan mag het ook wel... Je mag wel eventjes zo heen en weer gaan qua energie. Maar zaterdag mag wel Let Me Entertain You zijn... qua gevoel, van Robbie Williams. En zondag
iets meer soul. Dus ja. Dat past ja, sowieso bij. Meer soul op de radio, zeg ik. Ah, ja, dat is nodig. Jongens, het is tijd voor het vriendendagboekje. Oh, leuk. Ja, ja. Het radiovriendenboekje. Mijn favoriete radiostation was als tiener... 3FM. Want? Ja, gewoon, daar gebeurde het. Daar wilde je werken. Dat was het. Dat was spannend. Qua muziek, qua radio, qua alles. Glazen huis, noem maar op. Ja, snap ik. Mijn favoriete radiostation van dit moment... en dan mag je natuurlijk niet Veronica of 3FM zeggen. Nee. Oh, 3FM wel, hoor. Ja, dat ja is... nee, maar gewoon niet de stations waar hij bij betrokken is of maar was. Dat zegt hij toch niet. Dus... Nee, toch gewoon een ander station horen. Ja. Radio 1, als het gaat om de Nederlandse radio. En thuis zet ik heel veel FIEP-radio aan. Ah, ja. Dus dat Parijse station zonder muziekformat, of juist wel. En dat is echt... Kijk, ik ben een radioliefhebber slash nerd. Dus ik kan nooit normaal radio luisteren. Er staat altijd radio aan thuis, in de auto, waar dan ook. Echt, het eerste wat ik doe, 's ochtends tot irritatie van mijn vriendin toe, is de radio aan. Ja. Maar omdat je altijd luistert met de oor van, hey, is het opgenomen, welke jingle, wat, zet ik graag FIEP aan, FIP voor de liefhebbers, en daar hoor je af en toe een Franse vrouwenstem, met een mooi jingletje, geen echte jingles, alleen maar een bedje waar ze overheen lullen. Dat je zijn hebt, pas chansons. Ja, geen reclames, en je hebt chansons, maar je hebt ook Afrikaans muziek, Caro Emerald kan opeens voorbij komen, het is echt een briljant radiostation. Ja. Nergens zo breed qua muziek dan op FIEP. Ja, maar wel altijd met een soort draadje. Ik snap het altijd. Ik beruister er niet zo vaak naar. Ik ken het wel. Maar dan heb je altijd het gevoel dat het klopt of zo. Ja. En dat vind ik knap. Ja. Maar je noemde ook Radio 1. Wat vind je ervan dat jouw vriendin Eva Koreman nu furoren maakt op Radio 1? Ja, ik vind het wel leuk. Ze is binnen in het ontneembare fort. Precies. Ja, maar met terugwerkende kracht was jij het blok aan de been. Ja, misschien wel. Nou ja, nee, kijk, Eve en ik hebben het vaak over Radio 1 gehad, want daar zitten allebei... ik ben daar ooit begonnen, trouwens. Ja. Oh ja, klopt, ja. Dat is waar. Ja. Dus ik heb een grote liefde voor Radio 1 ook. Dus ik sluit niet uit dat ik misschien wel voor BNN Vara op Radio 1 een programma nog ga maken. Wat ook trouwens mag van Veronica, heb ik al... Oh, goed zo. Heel goed. Heel goed. Nou, dan kom ik je graag helpen met zet iets. Zet lekker in die kom. Een lullige bijdrage van 1 minuut. Ik vind dat een heel leuk idee. Leuk. Ja. Mijn grote radioheld als tiener was... Als tiener. Ja. Dat is al lang geleden. Evers op 3FM, denk ik. Ah, toen was ik nog geen tiener, denk ik. Was je vier, Toen hij op 3FM zat, ik was vroeger altijd heel vroeg wakker als kind. En ik mocht niet voor 7 uur mijn bed uit. Dus dan ging ik Donald Duckjes lezen en de radio aanzetten. En dan zat Evers van 6 tot 7. Dus dan luisterde ik. Wat gaaf. Ja, eind jaren 90 hebben we het dan over. Ja, 97. Heb je toen niet mijn naam geluisterd toen hij naar 538 ging? Nee. Echt zelden tot nooit. Fragmenten, want liefhebber, maar nooit een uitzending. Het is net, die muziek is al echt te slecht op 538. Ik kan het echt niet aan. Ah. Bij hem viel het mee, maar ik kan het nu echt ook niet aan. Het is want, echt, waarom is het zo slecht dan? Geestdodend. Hetzelfde liedje elke keer. En geen gevoel. Nee, als je het dan hebt over ik moet achter kunnen staan wat ik zelf uitzend, min of meer een beetje... Ja, dat is niet te doen. Je kan nooit 100% alleen maar draaien wat je wil. Nee, maar wel moet af en toe wel eens langskomen dat je denkt, oh, hier word ik nog zelf heel gelukkig van. Ja, dat snap ik wel. Ja, of het de enige is dus als een... Okay. Mijn grote radioheld van dit moment is... Timur staat altijd bij mij heel hoog. Leuk. Ja. Maar altijd. Het is al ook als tiener, toen in het weekend met Ramon natuurlijk. En nu ook weer met die Questival. Hij is zo creatief. En daardoor gaat het soms ook helemaal fout. En dat ik echt denk van, kom op Timo, hoe kan je dat nou? Dan gaat hij met een jingle of met een... Maar zijn genialiteit is ook zijn gekheid en andersom. En dus hij staat altijd in mijn top 2 van lievelings-DJ's op dat moment. Nou, goed. Ja. De andere fluctueert een beetje. Maar laat ik het lekker bij Timo Perlin houden. Oké. Okay. Deze eigen radioblooper zal ik nooit vergeten. Ik hou er dus altijd heel erg van als dingen fout gaan. Dus dan moet je improviseren namelijk. En daarom hou ik ook niet van opnemen, eigenlijk. En daarom, als ik een gesprekje opneem, zend ik het eigenlijk bijna altijd gewoon zo uit. Hooguit een keer een overgangstoon eraf, omdat het even iets meer tempo nodig heeft. Ja. Ja, ik heb een keer op Veronica een taalspelletje gespeeld, waar ik zelf dan een taalfout, dat zei ik van, noemde dat Jordi of Jordat. Want de DJ na mij die heette Jordi en die wist het verschil niet. Dus dan ging ik elke week wel een ander, dus met DT of met mezelf. Met, ik erger me aan of ik irriteer me aan. Of op een gegeven moment had ik een taalspelletje waar ik gewoon zelf een fout in maakte.
waar mijn luisteraar me op wees, toen ben ik echt standtepeden gestopt met dat spelletje. De jingle uit het raam gooit en zegt, die heeft helemaal gelijk. Ja. Ja. Dus dat is een mini-blunder, maar wel... Ja. Ja, eigenlijk vind je niet dat je snel kan blunderen, want... Ja, maar het is toch juist, dat is ook met die bloopers bij jullie, maar ook in je eigen programma, wat jullie allemaal maken. Als er iets fout gaat, levert toch altijd de leukste momenten op? Zeker. Ja, jongen, ik zeg dat tegenwoordig bij alles wat ik doe, ook bij hele grote productiedingen op tv, perfectie is saai, ik hoop dat er iets fout gaat. Ja. Zelfs bij live tv. We vieren de imperfectie. Het is zo vervelend als het allemaal goed gaat. Precies, all you and beans. Ja. De volgende vraag in het Radio Vriendenboekje is, dit zie ik mezelf over 10 jaar doen. Nou, dan hoop ik zo eigenlijk het pakketje wat ik op Veronica heb te hebben. Plus Radio 1. Dat is over 2 jaar. Liefst interviewen. Dit is 10 jaar, hè? Oh ja, 10 jaar graag een programma op NH Media. Want ik ben een Noord-Hollander en ik luisterde vroeger altijd met mijn moeder naar Arjan in de ochtend. Dus oh ja, zij, leuk. Die andere. Ja, ja. Arjan. Noorlander? Nee. Nou ja, in ieder geval... Politiek verslaggever. Ja, dan ben ik 44. Dan zit je dat al... Heb je een hondenuitlaatservice in Amstelveen? Nee. Ja, en doe ik ook wel dit gewoon echt... De combinatie van dus radio en allemaal dingen daaromheen. Maar ik zou dus wel 1 programma erbij willen hebben. Een interviewprogramma op Radio 1. Ja, ja. Mooi. Misschien Kunststof als een van de presentatoren. Oeh, ja. Zou je dat in je hebben qua artistieke voorstellingsvermogens en kennis? Ja. Goed. Ja, zo begint het. Ik zat net even af te vinken wie dat allemaal nog meer doen. Ja. Toen dacht ik, nou, dan kan je wel testen. Ja, ja hoor. Ja, ja, ja. Zeker. Welke vraag zou je ons nog eens willen stellen? Frank, het is je kans. Geen enkele. Ja, god. Zodat veel fragmenten. Nee, veel fragmenten. Nog meer fragmenten. Nog meer vragen. Nou, dat is het geen vraag. Het is meer een opmerking. Ik hou heel graag. Kom maar op met je kritiek. Nog meer vragen. Nee. Ik hou heel erg van... Ik zei toevallig tegen meneer Snijders vorige week, volgens mij. Soms hebben jullie ook wel eens een gast die dan er de hele uitzending bij zit. Dat vind ik niet... Ik ben nu gewoon een afgebakend blokje. Ik ga er zo weer uit. En dan ga je die fragmenten laten horen. Ja. En daarvoor luister ik naar jullie. Want omdat ik dus die liefhebber ben, maar nooit alles kan luisteren, kom ik bij jullie aan mij trekken. Oh, dus ja, dat vind ik een goede opmerking. Ja. En ik denk dat voor een hele andere grote groep, die zitten stiekem ook naar een radiohelden te luisteren. Dus die vinden dat wel weer heel leuk. Maar... Daarom, nee, maar denk ik. Ja. Maar laatst hadden jullie Barend, Jelmer en Nelly. Dat vond ik even leuk om te horen natuurlijk. Ook omdat ze op mijn plekje zitten. En ik heb met Jelmer en Nelly ook veel radio gemaakt. Ja. Dat vond ik wel leuk. En Barend ken ik natuurlijk ook nog van vroeger. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, ik wil gewoon... En door. Ja. Gaan we rekening mee houden, ja. Ja. Goeie opmerking. Nee, maar goed, dat klopt hoor. We hebben een paar keer de gasten door de hele show heen laten zitten. En ook bij Barend zelfs ermee begonnen. Dus dan moet je daar wel eerst doorheen. Jij moet ook spoelen. Maar dat is denk ik ook het gevaar wat ik ook natuurlijk heb op die vrijdagavond. Als je dan iemand in de studio hebt, dan denk je dat je daar mee moet praten. En daarom hou ik ze dus nu op de vrijplaats, noem ik de plek waar ze spelen. Ik dacht, moet iets anders hebben dan de speelplaats of het podium of wat. Ja. En ik ga naar hun toe. Met mijn microfoontjes. Ik ren door het pand en ik ben bij hun, waardoor je en veel meer dynamiek hebt en je niet zo in zo'n interview setting zit zoals jullie zitten, waardoor je altijd zit. En ze zijn niet de hele tijd in de studio, waardoor je ook dus vaart kan maken als ze er niet zijn en je niet denkt, oh ja, ik zet uit beleefdheid ook maar even mijn microfoon open. Ja, dan kun je ook wat zeggen en dan stagneert het. En je kan lekker inleiden op de manier waarop je wil en je kan evolueren op de manier waarop je wil. Ja, dat staat er wel aan bij. Een klerenband, wat een vast pakker geluid. Kan je gewoon zeggen dan. Dus neem het mee. Ja, maar het sluit ook wel aan. Dat ben ik niet meer met je eens, Har. Want ik vind, als je het nodig moet je daarvoor gaan staan. Anders had je van tevoren al moeten cancelen. Ja, tenzij het heel erg tegenviel. Je zegt, net fouten mogen gemaakt worden. Maar dat kan normaal wel. Vind ik ze heel goed, maar nu waren ze echt kleren slecht. Ja, maar moest ze in de gezichten. Daar ren je eerst weer terug. Daar heb je dat plekje voor. Ik zie dan doe je de deur op slot. Ja, precies. Dan duik je 8 jaar onder en dan komt het allemaal goed. Ja. Nou, we gaan die blokje afbakenen. Ja. Dan gaan we de bloopers. Zonder Frank. Dus, zonder Frank. Succes. Dank je wel. Dikke kus.